Als we naar de Samsung A52 kijken, zie je gewoon dat het een super slikke, mooie uitstraling heeft, waar ik dus echt van hou. Het heeft een plastic, mat zwarte achterkantje, dus zorg ervoor dat je wel even een hoesje hierbij gaat halen. Je krijgt er trouwens niet eentje bij, wat jammer is, maar zorg er gewoon even bij dat je er eentje bij haalt, want plastic krast natuurlijk heel snel. Voor de rest heeft het nog 4 camera's aan de achterzijde, waarbij de 5e stipje een zaklamp is. De wide angle lens is een 12 megapixel, je hebt een hoofdlens die is 64 megapixel, een 5 megapixel dieptesensor en een 5 megapixel macro sensor. En als het toestel even omdraaien, hebben we natuurlijk het prachtige Full HD OLED scherm wat hier natuurlijk is ingebouwd. 90 Hz refresh rate krijg je hierop, dus 90 beelden per seconde zie je dus op dit toestel verschijnen. Wat al best wel een soepele ervaring is. Maar mocht je toch nog een tikkeltje soepeler willen, dan kan je ook nog kiezen voor de 5G versie. En de 5G versie heeft een 120 Hz scherm. Dus zelf zeg ik, hou het bij 90 Hz. Die is op zich vloeiend genoeg. Maar als je echt zegt, ik wil het soepelste van het soepelste, dan kun je natuurlijk voor de 5G versie gaan. En natuurlijk, omdat het een OLED scherm is, heeft het ook een vingerafdruk scanner onder het scherm. Waar ik persoonlijk best wel een fan van ben, ik vind dat fijn. Alhoewel de Samsung A52, ik weet niet, bij mijn vinger heeft hij altijd wel een beetje moeite mee om te scannen. Dus als ik even probeer, je kan trouwens ook wanneer die uit is gewoon scannen. Oh, dit keer doet hij het gewoon in één keer. Verrassend, duurt natuurlijk wel. Probeer nog eens. Oh, nu gaat hij gewoon in één keer, hè. Oké, nu gaat hij wel goed opeens. Hiervoor, tijdens het gebruiken, heb ik er soms wel eens moeite en ruzie mee gehad. Nu doet hij het wel opeens goed, maar ja, verwacht dat je af en toe eens even ruzie hiermee krijgt. Was niet de meest perfecte fingerprint sensor ooit. Voor de rest krijg je nog stereo speakers hiermee, die best wel gewoon keurig klinken. Het is niet natuurlijk het meeste heldere kwaliteit ooit, maar het is hartstikke keurig als ze nog steeds stereo speakers meeleveren op een budgettelefoon. Dus niet dat je alleen een speaker aan de onderkant hebt, maar ook hier aan de voorkant. Dat is gewoon fijn. Kun je beter naar je films of muziek of wat dan ook luisteren. En qua aansluitingen kun je natuurlijk altijd verwachten dat Android-telefoons tegenwoordig gewoon met USB-C aansluiting komen, wat natuurlijk fijn is. Je krijgt een 15 watt oplader bij je in de doos meegekregen. Alhoewel 15 watt natuurlijk niet heel snel opladen is, maar net, ja, ze noemen het snel laden, maar het is eigenlijk niet echt snel laden, dus best wel langzaam. Want er zit er natuurlijk 4500 mAh batterij in en dat duurt gewoon al eventjes voordat jij deze toestel even kan opladen. Maar als je zegt, ik wil sneller, dan heeft Samsung natuurlijk, die heeft natuurlijk ook weer een snellere oplader die je kan gebruiken. Namelijk de 25 watt oplader. Dus als je die sneller wil opladen, kun je die halen. Dat is natuurlijk weer extra pegeltjes voor Samsung. Maar ja, als je dat echt wil, dan heb je die optie natuurlijk. En trouwens, dit zie je tegenwoordig niet veel meer op telefoons. Maar je hebt gewoon een headphone jack. Een 3,5 mm aansluiting. Dus heb jij nog bedraden oortjes en kan je niet er vanaf stappen? Oep, je kan ze hier gewoon inpluggen. Dus hoe fijn is dat? En dan gaan we naar de performance van het toestel. Hoe snel draait hij alles? Nou, ik kan zeggen, hij draait alles best wel keurig en vlug. Alhoewel hij soms toch wel eens even een twijfelmomentje heeft. Voor dit budget van rond ongeveer 320 euro zie je in andere telefoons wel eens wat betere processors. Alleen hebben ze natuurlijk niet zo'n mooi scherm als deze heeft. Dus ik bedoel, deze is echt Maar het is vlug genoeg voor de meesten. Ik denk dat de meeste mensen hier niet zo echt om zullen klagen. Games, daar rijdt hij ook nog steeds hartstikke keurig. Ik heb Call of Duty gespeeld op de hoogste instellingen. Nou pakt hij dat niet helemaal volledig soepel aan. Dus je moet waarschijnlijk even een tandje lager zetten. Maar over het algemeen is de gameervaring gewoon hartstikke fijn. Met de zwaarste games op dit moment. Dus niet voor speed, Call of Duty doet hij op zich best wel keurig. En dan gaan we over naar de camera's. Dus wat krijg je nou voor 300 euro? Ik moet zeggen, tegenover wat jaartjes geleden, krijg je voor 300 euro hartstikke goede camera's. Voor het prijs. Ik moet zeggen natuurlijk, als je een hogere budget hebt, dan zul je natuurlijk betere foto's krijgen. Alleen qua daglicht, ik kan zeggen, daglichtfoto's met deze camera's. Hier kan je echt niet mee verkeerd gaan. Je kan hartstikke mooie foto's maken. Dynamic range is best wel keurig. Scherpte is keurig. Alleen het enigste nadeel wat die camera's gewoon hebben is wanneer je dus in het donker gaat, dat het dan wat meer smoezelig wordt. Waarbij de highest end modellen natuurlijk, zoals de Samsung S21 en dat soort telefoons, kunnen natuurlijk in de nacht nog hartstikke keurige scherpe foto's maken.
Maar de A52 die zal het net wat smoezelig maken. Maar ik moet zeggen, de kwaliteit is nog steeds best wel keurig. En voor dit prijs kun je met deze camera's echt gewoon helemaal niet verkeerd gaan. Echt waar. Wat ik nog wel even bij moet zeggen, is dat de macro lens wel een beetje... is. En als we snel even ertussenin floepen met software updates en dat soort dingen, kun je verwachten dat er 3 jaar software updates bij deze telefoon komt en 4 jaar beveiliging updates. De telefoon is ongeveer 2 maanden geleden ongeveer uitgekomen als ik het goed heb, dus je kan nog wel even wat updates verwachten. Hey, Sander van de Toekomst hier met een conclusie over de Samsung A52 5G. Ik dacht eerst, de 5G en de 4G versie verschillen niet veel van elkaar. Het enige wat verschilt is dus het scherm, dus hogere refresh rate op de 5G en dat je een 5G verbinding hebt. Blijkbaar is de processor dus ook anders, waarbij dus de 4G de 720G processor gebruikt en de 5G de 750G processor van Snapdragon gebruikt. Het verschil erbij tussen, dus die twee, is voornamelijk om het gamen. Waarschijnlijk qua taken wat je dus gebruikt met WhatsApp, Twitter, YouTube en dat soort dingen, zul je waarschijnlijk niet grandioze, gigantische verschillen merken. Alleen met gamen zul je dus echt merken dat de 5G-versie dus beter presteert. En dat is waar je dus een verschil moet inschatten van, oké, is de 5G-versie het nou waard of juist de 4G-versie? Weet je, lichte games zul je absoluut wel kunnen spelen op de 720G. Alleen wanneer je echt spellen zoals Call of Duty gaat spelen bijvoorbeeld, dat liet zien in de review, dan denk ik dat de 5G versie hier toch wel echt meer geschikt voor is. Is de telefoon nog steeds het waard? Je betaalt er €400 voor de 5G versie. En voornamelijk waar je het om moet doen is dus de software updates dat je krijgt bij Samsung. Je krijgt dus 3 jaar software updates en 4 jaar beveiliging updates. En blijft gewoon lekker vloeiend draaien, want ze optimaliseren het hartstikke goed voor je telefoon. Waarbij als je de concurrentie zou kopen, laten we zeggen, Xiaomi heeft een telefoon, die is qua specificaties veel beter. Hun updaten hun telefoon maar 2 jaar. Dus de eerste 2 jaar zul je bijvoorbeeld ervaren dat de telefoon heel soepel en fantastisch snel draait. Alleen na die 2 jaar kan het wat beperkend gaan voelen. En daarbij is Samsung toch wat sterker mee, omdat ze toch langer gaan updaten. En dat is een beetje het verschil tussen de concurrenten ermee. Jij krijgt betere performance voor de prijs bij concurrenten, alleen ze updaten niet zo vaak en de support is vaak ook wel een beetje matig mocht je ze nodig hebben. En daarom denk ik, omdat je sowieso updates krijgt voor 4 jaar, denk ik toch wel echt dat Samsung een goede optie is voor zijn prijs en zeker een aanrader voor dit budget. Ja, en dat is dus waar je het mee moet doen. Super bedankt voor het kijken. Als je trouwens nog details mist, zou ik zeggen, mijn blog staat hier in de beschrijving. Soms heb ik daar net even wat meer details in. En ik zie jullie weer terug in de volgende video. Tot ziens! Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving. Je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat en tot de volgende keer.